Hallo, welkom bij weer een korte video over de Ortor Laser Master 2 15 watt laser. Je ziet het beeld is wat wiebelig, dat komt omdat ik de telefoon in mijn hand heb. Gisteren heb ik de bouw gedaan, dat heb je gezien. Daarbij niet de electronics en eigenlijk ook niet een goed overzicht over het apparaat gegeven. En dat ga ik nu doen. Dus ik ga het beeld even omdraaien en dan gaan we eens even met de camera rondom de laser engraver kijken. Nou, hier is die dan. We kijken op dit moment tegen de voorkant van de laser engraver aan, met name zijn bedieningspaneel. Met aan de linkerkant dus deze hier, dat is de stroomkabel. Dit is de USB-aansluiting naar de computer. Ik zei gisteren al, hij heeft geen SD-kaartslot. Dus de bediening over de software, en dat gaat in dit geval bij mij de software van Lightburn zijn, vindt plaats over een USB-kabel. Even over die software. Er zijn dus twee softwareprogramma's die in feite meegeleverd worden. Nou, dat is niet helemaal waar. Eentje wordt er meegeleverd, dat is GRBL. GRBL echter is redelijk, niet complex, maar redelijk eenvoudig. Mooiere software is programma Lightburn en daar krijg je een maand gratis trial bij. Nou, beter gezegd, dat is flauwekul, want als je naar de website van Lightburn gaat, dan krijg je ook gewoon een gratis maand trial. Lightburn is betaald software, maar dat is een software die kan niet alleen dienen voor de bediening van zo'n laser, waaronder deze Ortor, maar ook voor het maken van objecten en het ontwerpen en dergelijke. En het is een bijzonder fraai programma. Ik waag me voorlopig nog niet aan een video daarover. En de reden daarvoor is simpelweg, ik ken het programma niet goed genoeg. En ik moet daar eerst goed mee aan de gang. Dit is echt heel erg uitgebreid. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn hoe dit werkt, dan kan ik je wel een mooi videokanaal aanbevelen. En dat is het videokanaal van LA Hobby Guy, Louisiana Hobby Guy, LA Hobby Guy. Zoek daar maar eens op YouTube. En deze maakt vooral filmpjes over Lightburn. En deze man die praat verschrikkelijk rustig en kan heel goed uitleggen, heeft mij al heel veel geleerd. Als we straks dan ook de eerste laser engraving gaan doen, dan gebeurt dat met Lightburn, want inmiddels heb ik het geïnstalleerd. Je kunt het op twee computers installeren, ook straks als je een licentie hebt. Waardoor ik zeg maar op mijn normale laptop het ontwerp kan maken en op een oude laptop kan aansluiten om die vervolgens de burn te laten doen. Even terug naar de front hier. We zien ook nog deze aansluiting hier. Ik dacht gisteren, zei ik, het was een RJ11 stekker. Dat is niet helemaal waar. Het is een aansluiting voor een handheld afstandsbediening. Dus een afstandsbediening waarmee je hem kunt bedienen met een kastje in je hand. En die zou dan bij Ortor te koop moeten zijn. Nou, ik heb geen idee. Ik vind het ook niet zo interessant, want als je via de PC moet aansturen om de burn te laten plaatsvinden, kun je hem net zo goed via de PC bedienen. Dus dat is niet zo super interessant. Dan twee knoppen, reset en power. Nou, de power is om hem aan te zetten, de reset is om hem te resetten. En beide knoppen heb je bijvoorbeeld ook nodig bij het updaten van de firmware. En dat heb ik gisteren gedaan. Dus hij zit nu ook op de nieuwste firmware. En je ziet daarnaast een van die geprinte onderdelen met die stalen, beter gezegd aluminium cilinder erin. Die aluminium cilinder, dat is vanwege het focussen van de laser. Bij andere lasers moet je vaak draaien aan de laser om hem te focussen. In dit geval moet die cilinder die moet onder de laserkop worden geplaatst. En dan vervolgens aan de andere kant op het object waar je mee aan de slag wil. En dan staat die perfect uitgericht. Nou, dat 3D geprinte gedeelte heb ik gemaakt om die cilinder niet kwijt te raken. Deze kun je gewoon downloaden vanaf Thingiverse, geen probleem. Aan de zijkant van dat moederbordje, dit is namelijk een moederbordje achter natuurlijk, zien we ook de stekkeraansluitingen met dit hier, de end switch, dat is deze hier. De snoertjes daarvan, er zit een apart bijlegvel bij over hoe je dat installeert, want dat schijnt vanwege de aarde, randaarde, toch nog anders te zijn dan de eerdere handleidingen die ze daarvan hadden. Maar ik heb hem op die manier geïnstalleerd, ik heb het ook met een tie-rapje vastgezet. Simpelweg om niet al die kabeltjes los te laten hangen. Dan zie je vervolgens die kabel lopen
naar de gantry, zoals ze dat noemen. En daar zitten wel wat meer stekkers in. Ik ga even proberen een beetje te draaien. En dan zien we hier de steppermotor die hier... Even zitten. Ja, de steppermotor die hier aangestuurd wordt. Wederom een aardekabel. En dan hier ook nog weer wat aansluitingen. En dit is allemaal één kabelboom. Dus als we nu verder gaan, dan komen we op de laser terecht. En dat is de kabel voor in de laser. Ik vind hem nog steeds redelijk strak zitten. De aardekabel. Trouwens, dit is voor de steppermotor natuurlijk en dit is voor de laser. Even voor alle duidelijkheid. Ja. Oké. Goed. De laser zelf. 15 watt laser. Dat is inputwaarde. Dus outputwaarde is tussen de 3,5 en 4,5 MW megawatt volgens mij. Aan de andere kant ook wieltjes. Zoals ze ook aan deze kant zitten. En dat is om het geheel in beweging te brengen. Nou, dan is de achterkant is eigenlijk simpelweg de extrusie. Nou, je ziet dat ik er pootjes onder gemaakt heb. Dat heb ik gedaan, zodat ik hem op een plaat kan zetten. En die ook stevig op die plaat staat. Dus hij kan eigenlijk geen kant meer op nu. Nee, ik trek nu aan dat ding, maar er gebeurt niets. Je ziet ook dat de laserbril wordt meegeleverd. En wat ik gedaan heb aan de zijkant, heb ik nog een kabelgootje gemaakt om de stroomkabel naar achter te voeren. Dit is overigens wel een redelijk korte kabel. Maar goed, het is zoals het is. En dit had ik je gisteren nog niet laten zien. Dus vandaar even deze korte video om dit te tonen. De volgende video gaat over de eerste burn. En die komt waarschijnlijk ook wel later vandaag online. Nou, tot straks. Dag.